Een hele middag gaan we een workshop doen. Dat betekent dus niet dat het een monoloog is, maar een dialoog is. Hè, dat we met elkaar proberen ook beter te gaan worden. Ik heb een werkboek meegenomen. Het is de eerste keer dat ik hem gebruik. Dus mochten er fouten zijn, spelfouten, grammaticafouten, die maak ik overigens nog wel eens een keer. Zeg het dan even, dan kan ik hem daarna ook weer aanpassen, zeg maar. Zodat het de volgende keer beter wordt. Of als hij ergens niet helemaal soepel loopt, dat ik dat kan aanpassen. Jullie feedback waardeer ik dan enorm. Voordat ik begin, wil ik mezelf natuurlijk graag voorstellen. Paul de Vries, voor degenen die het niet weten. 43 jaar oud, woon in De Steeg, zometeen vlak bij Velp, nu nog in Velp. Oprichter van NieuweOudKoop.nl en tegenwoordig dus werkzaam bij IW Marktplaats, die NieuweOudKoop.nl sinds 15 januari hebben overgenomen. Heel veel opportunities, heel veel kansen nu ook, maar ook heel veel kansen ook om deze workshops te blijven doen. Daar ben ik heel erg blij mee dat we ook nog steeds de mogelijkheid hebben om dat te kunnen doen. Om te beginnen zou ik graag een klein voorstelrondje willen doen, wie je bent, wat je doet en waar. En dan beginnen we de workshop. Als ik met jou mag beginnen, Ruud, ja. Dan... Ik heb wel wat opgevangen. Ik ben Ruud van Bonnevoort, Turbo Bastianen, Audi Volkswagen, dus Seat Skoda. Ik ben lead coördinator, dat is een redelijk nieuwe functie bij ons bedrijf. Bonnen marketing afdeling. En we willen online eigenlijk alles via één kanaal laten lopen en zorgen dat het optimaal is. Ja, Peter. Mijn naam is Pieter Heemskerk, van BPA Autocentrum van Vliet en Woerden, autodealer. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor verkoop nieuw. Voor de rest hebben we daar wagens van het wereld gebruikt. Okay. Nou, mijn naam is Jeremy Marten, ik werk bij NieuweAutoKoop.nl. Ik was eerst gewoon een online sales trader en nu sinds anderhalve week doe ik online dealer sales en support. En help ik de aangesloten dealers met hun vragen en wat allemaal nodig is. En probeer ik ook nog niet aangesloten dealers wel aan te laten sluiten. Dat is het idee. Mooi. Ik ben Dennis Romein, werkzaam in Culemborg bij Peugeot Citroën Garage. Ik denk nu een jaar of twee aangesloten bij NieuweAutoKoop.nl. Lieg ik daar niet? Vissen? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar zeker. Ja. En daar hou ik me bezig met de lead-opvolging en de verkoop van nieuwe auto's. Lucien Boazis, ook werkzaam bij Vissen Culemborg, Peugeot Citroën. Verkoopadviseur, gebruikt nieuw. En ook de laatste anderhalf jaar veel meer bezig met het opvolgen van leads en volgens op een nieuw systeem. En kan het beter? Ja, zeker. Oké, heel erg. Ja. Nog een hoop ruimte. Nee, er zit nog verbetering. René. Ik ben René Langberg, 23 jaar. Sinds 14 dagen, dus dit is nu mijn derde week werkzaam bij Abe van der Schelde, Nissan dealer, als junior vertegenwoordiger. Okay. Gaat het goed? Tot dusver wel. Wat heb je hiervoor gedaan? Hiervoor heb ik 4 jaar bij Scherre Foppen gewerkt, witgoed, televisie, dat soort dingen. Ja. En daarvoor heb ik MBO juridisch medewerker afgerond. En wat vind je leuker, de witgoed of de auto's? Ik vind de auto's tot nu toe nog steeds leuker, maar dat vond ik daarvoor ook al. Oké, nou fijn. Fijn dat je in de automotive komt werken. Ja. Nou, ik ben ook ben Jeffrey Jansen, ik ben ook werkzaam bij Abe van der Schelde. Ja. Ik ben officieel ook agent manager over 2 vestigingen, zowel Zwolle als Emmeloord. Alleen ik ben nu, omdat de omstandigheden, ben ik nou adviseur nieuw. En ik volg ook de gebruikte auto's en ik volg de nieuwe leads, zeg maar. Gaat dat? Ja, dat is taai, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn. Maar we halen er wel heel veel handel uit. Dus daarom. Het is zeker de moeite waard. Zonder weerstand geen glans. Ja. Tim. Ja, mijn naam is Tim Beeks, 22 jaar oud. Sinds een half jaar werkzaam voor de VKV groep, waar ik elk moment voor een x-aantal vestigingen alle leads op volg. En sinds een week live met NieuweAutoKoop.nl, dus ik ben erg benieuwd wat het gaat brengen. Stefan. Stefan Verkoten, 31, werkzaam in het familiebedrijf paardenautoverkoop, Annemone Horse Trucks. Wij doen wereldwijd paardenauto's verkopen. Nieuw en gebruikt, alle merken op de truckbranche, in de truckbranche, alle merken zeg maar. Ook wij hebben te maken met steeds meer online leads opvolgen, terwijl wij het hele traditionele handel hebben zeg maar, dus nog wel veel klantcontact, merken we dat sinds dat we Facebook steeds meer gebruiken, ook gewoon auto's van 3 ton via Facebook kunnen verkopen. En ik hoop vandaag daar ook iets meer gevoel bij te krijgen, want ook dat, ik vind het moeilijk. Niet te volgen. Ja,
Maar even voor de truck, zeg maar, jullie zijn dus dealer van je eigen merk, denk ik? Nee, wij produceren niet zelf. We hebben fabrikanten in Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Nederland. En dan maakt de koets eronder niet uit? Nee, precies. Dus wij hebben gewoon de chassis kopen we zelf en bij de Volvo of Scania of iets anders. En dan worden ze geproduceerd, zetten wij ze op voorraad en dan gaan we verkopen. Dus we hebben een voorraad van zeg maar tussen de 40 en 50 auto's al te staan, nieuw weggebruikt. Wat kost de gemiddelde vrachtwagen? Ja goed, we hebben twee paarden, gewoon een Renault Master model, zeg maar. Die beginnen nieuw vanaf 47,5 tot 70. En de vrachtwagens beginnen vanaf 2 ton tot 5 ton. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, wij konden altijd zeg maar echt uit voorraad verkopen. Dat was ons unique selling point. Nog steeds wel, alleen want vroeger was je best raad voorraad. Ja. Maar sinds de crisistijd en ik ook eigenlijk in het bedrijf ben gegaan, zijn we iets anders gaan werken. En nu kan ik ze verkopen vanaf mijn iPad. Nou, goed voor je. Ja. Super. Marjolein. Ik ben Marjolein, ik werk bij NieuweAutoKoop.nl via eBay. Ik ben inmiddels supervisor. Ik werk als online sales trader. Dus ik mag het behandelen van de leads binnenkomen door zijn dealers. Ik doe nu 3 jaar. Met plezier. En last but not least, Jacco de Vonnie. Ik werk bij Autoclub of ben een vestigingsmanager. We hebben een Nissan Citroën Mitsubishi. En ik ben niet tevreden over de conversie van het aantal leads dat er regelt binnenkomt. Dus ik hoop hier tot nieuwe inzichten te komen. Oké, en wat is het probleem bij het vaakste herhaal? Ja, het vaakste, de meeste problemen krijg je natuurlijk dat de gegevens niet de telefoon of e-mail niet juist is. Daar heb ik natuurlijk al best wat van. En je merkt ook wel dat je echt heel snel moet reageren. Dus anders de mensen die wel echt interesse hebben, al heel snel ergens anders besloten. Ja. Dus, en wat zegt dat laatste eigenlijk aan ons? Op het moment dat de snelheid geboden is, dat een lead op zich een koper is. Zeker. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja. En dat het degene is die het snelst en het beste acteert, zeg maar, in de markt, eigenlijk het meeste voorsprong heeft in de markt. Dus al met al, het mooiste van dit soort exercities en van ons vak is eigenlijk dat we zelf de meest bepalende factor zijn. Nee, niet de korting, niet de lead of wat dan ook, maar dat zijn we uiteindelijk zelf. Hè? Het proces, het bedrijf waarvoor je werkt. Even gaan beginnen. Waarom workshops? Dat is eigenlijk voor dit. Ik geloof hier eigenlijk in. Deze twee heren die kent iedereen wel. Hè? Messi, onder andere, twee spitsen van wereldformaat, hebben een uitzonderlijk hoge productie. Hè? Het zijn echte spitsen. Het zijn geen verdedigers, het zijn geen keepers. En in feite moeten wij als verkopers ook ons meer gedragen als spitsen. Wij zijn ervoor om auto's te verkopen. We zijn er niet voor allerlei randzaken. En de randzaken mogen niet de hoofdzaken worden. En de hoofdzaak mag niet de randzaak zijn. En vaak, kijk eens naar jezelf, is leadopvolger vaak een bijzaak, terwijl dat eigenlijk een hoofdzaak zou moeten zijn. Mensen reageren nou eenmaal anders. He, tegenwoordig online met een e-mail inschieten, met een e-mail lead inschieten, is ook een kans. He. En de mensen die fysiek bij je binnenkomen, die geven je wel alle aandacht. Dus waarom aan een online lead niet? Dus verkopers moeten weer terug naar de kerntaak, scoren. Maar meer verkoop doe je middels een proces. En over dat proces gaan we het vandaag hebben. Wat voor proces ga je nou volgen om leads op te volgen? Want het gaat nogmaals niet om de meeste korting, om de meeste actie, wat voor merk je hebt. Gaat om wat voor proces eigen jezelf toe. Wat voor proces ga je opvolgen? Op wat voor manier? In anno 2015 hebben we meer kansen online en via calls dan dat we fysiek hebben. 15 jaar geleden had je heel veel fysieke bezoek, nou een heel stuk minder. Dus die kansen zijn er nog wel steeds, maar komen anders binnen via bellen, via online. En uiteraard fysiek, maar dat is steeds minder. Dus daar gaan we het over hebben. Zero moment. Wie heeft er eens gehoord over de zero moment? En wat dat betekent voor ons in de automotive? De zero moment of truth. Een Google-onderzoek van 2 jaar geleden. Wie kent dit plaatje? En Tim, kun je hem ook uitleggen? Zoals ik het interpreteer, is dat mensen vroeger eigenlijk alle fasen van het koopproces bij een autogarage deden. Ja. Ja. Zowel de oriëntatie als de kennismaking met het product, etc. En dat was eigenlijk het eerste moment, dus de
first moment of truth. Dat is in aanraking komen met producten. En tegenwoordig zit daar een moment voor dat mensen kunnen online zelf gaan oriënteren en inlezen. Dat is eigenlijk de zero moment of truth. Correct. Bijna helemaal goed. Ik ga er graag nog wat verder op in. Dit is de zero moment. En welk merk van jullie heeft onlangs een nieuw model geïntroduceerd? We hebben een nieuw model laatst. Open kabel. Wat is de functie van een importeur? Wat doet de importeur op het moment dat ze een introductie hebben? Wat doen ze? Wat is de functie? Zouden ze moeten doen? Wat gaan ze doen? Reclame, marketing. Wat nog meer? Wat ze zo'n model vast in de week leggen, de maanden bijvoorbeeld. De week leggen. Wat nog meer? Wat doen ze nog meer in marketing? Doen ze nou de marketing inspanning op? Demo-auto meegeven. Demo-auto meegeven, wat nog meer? Online-bannering, wat nog meer? Onze kaas bieden we in het opzien. Wat nog meer? Juist. Wat nog meer? Wat doen ze nog meer? TV, radio, kan dat allemaal? Ja, de unique selling points benadrukken. Ja, internet. Wat nog meer? Zijn we dan zo'n beetje? Een van de meest briljante vragen die je kunt stellen in een verkoopgesprek op het moment dat je mensen zegt van joh, wat vindt u belangrijk in een nieuwe auto? Ze zeggen airconditioning, stel dan gerust de vraag wat nog meer. Zolang je maar een beetje feedback krijgt van die vraag, kun je blijven stellen. Wat nog meer, wat nog meer, wat nog meer, wat nog meer, wat nog meer. Het hele plaatje. Ga er nou even niet op, maar in de zeelmond. Dus de importeur gaat allemaal stimulans opwekken. Ze gaan allemaal marketing opwekken, omdat mensen zeg maar geïnteresseerd raken in die open car. Waar gingen de klanten daarna naartoe om informatie te halen 20 jaar geleden? De dieven. Waar gaan ze nu naar? Internet. Dus in facto is er maar één ding veranderd. Dus de informatievoorziening is van ons, de verkopers, gegaan naar het internet. Maar zijn we het er allemaal over eens dat op het internet heel veel goede informatie staat en heel veel slechte informatie staat? En dat wij degene zijn die de informatie moet terechtdrukken op de juiste informatie, zodat de klant een weloverwogen beslissing kan maken. Dat doen we in de zero moment. De klant heden de dagen raakt 18,2 bronnen aan voordat ze bij u langskomen. Dat betekent dat ze beter georiënteerd zijn, beter geïnformeerd zijn als ooit tevoren. Dit noemen we de zero moment. De first moment is de daadwerkelijke ervaring, interactie met jou, het bedrijf en het product. Oftewel een call, een online lead en een fysieke lead. Dat noemen we de first moment. En daarna komt er een beslissing. En of we het nou leuk vinden of niet, we zitten in een wereld van winnaars en verliezers. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Welkom. Ga zitten daar aan het eind. En of we het nou leuk vinden of niet, we zitten in de wereld van winnaars en verliezers. Oftewel, we winnen het deal. Om het verlies in te doen. Die moet jou een beetje ook even. Kijk eens. Dank u. Welkom. Of we winnen de deal of we verliezen de deal. Wie is het daarmee eens? Dat we in de wereld zitten van winnaars en verliezers. Wie is het er niet mee eens? Toch? Dus het is aan ons om alles eraan te doen om die first moment van die klanten die 18,2 bronnen hebben afgezocht, om te zorgen dat daar een ja op komt. En op het moment dat er een ja op komt, dan krijgen we de second moment, oftewel de daadwerkelijke ervaring met jouw product en het bedrijf. En van daaruit zou je een beoordeling kunnen krijgen. En beoordelingen zijn in de zero moment op beoordelingswebsite steeds relevanter, steeds belangrijker. Dat betekent dus dat je beoordelingen ook moet gaan zoeken. Voor jezelf, voor je product en voor het bedrijf. Wie gaat er actief op zoek naar beoordelingen? Na een aflevering. Wie doet dat? Of heeft het excuus dat de importeur dat gaat doen? Want waarvoor doet de importeur dat? Doet de importeur dat om beoordelingen te publiceren in de zero moment, zodat je meer klanten krijgt in de first moment? Of om jullie te controleren. Alle klanten controleren? Ja, dus daar heb je hier niks aan. Dus wat je zelf moet doen,
is zeg maar zelf als van Tilburg-Bastianen beoordelingen zoeken. He, laten zien. Mensen vinden doodnormaal dat ze tevreden zijn. Doodnormaal dat ze goede service krijgen. Dus ze gaan klagen op het moment dat het niet normaal is, dan krijg je slechte beoordelingen. Dus je moet mensen faciliteren in het maken van beoordelingen. Nogmaals, bij nieuweoutkoper.nl hebben we meer dan 300 beoordelingen van 4 tot 5 sterren. Maar daar hebben we bewust om moeten vragen. Misschien wel 1300 mensen voor moeten vragen. En ook moeten vragen van, joh, voor ons is het belangrijk om meer mensen te overtuigen om goed zaak te doen, dat u een beoordeling schrijft. Wilt u dat voor mij doen? En wat is daar de natuurlijke respons van de klant? Ja, dat is best wel dun. Ja, natuurlijk. Ja. En als je de 10 vraagt, hè, vergeet het dat er weer 9. Maar eentje gaat het doen. Dus je moet het herhalen. Wie maakt er wel eens een video bij een aflevering? Voor een uitleg, noemen we dat. Uitleg, maar voor een beoordeling. Maar doe het in de werkplaats. In de werkplaats, dan zeg je wel eens beoordeling. Als beoordeling? Ja, nee, niet als beoordeling, maar dat is meer om te laten zien van, hé, hey, maar we zouden het kunnen doen ook in de werkplaats. Waarom niet gewoon een iPhone en kijk maar bij ons op de YouTube-kanaal. Zeg maar, we hebben beoordelingen op video gewoon op een iPhone gemaakt. En dan kan iedereen wel lopen te zeuren, de kwaliteit is slecht. Maar op het moment dat je kwalitatief of zeg maar goede content hebt, echte content van echte mensen, hè, en je optimaliseert dat goed voor Google, kan er ook op pagina 1 komen. Op de goede zoekbedrag. Alleen je moet het doen. He, mensen willen het helemaal niet op video, dus je moet er misschien wel 20 vragen, maar vraag ze. Wie verkoopt die veel zakelijke markt? Wat doen jullie met LinkedIn? Gaan jullie actief jullie klanten benaderen op LinkedIn, uitnodigen om in contact te komen, om in je netwerk te komen? Ons Lies, benaderen we jij? Ik zelf niet. Dat is Jan Carrière, Jan Leven. Nou, hè, om het maar even zwart-wit te zeggen. Wie benadert zo'n klanten actief op LinkedIn? Van joh, ik heb iemand zakelijk gesproken, die nodig ik gelijk uit op LinkedIn. Want mijn powerbase wordt dan groot. Nee, dat hoeft niet, maar nodig ze uit in jouw netwerk. Hè? Wie gaat de klanten vragen om een beoordeling daarna? Op het moment dat je tot overeenstemming hebt kunnen bereiken. Als na aflevering. Op LinkedIn bedoel je? Nee, niet op LinkedIn. Nee. Maar wat zou er gebeuren met jou als verkoper op het moment dat je een LinkedIn profiel hebt met meer dan 200 beoordelingen van echte klanten? Hoe ga je dan naar Arne toe van je Arne zegt van ik wil meer geld verdienen? Zou je dan een makkelijker gesprek hebben of een moeilijker gesprek hebben? Voor mij is het een voorbeeld. Juist. Ja. Nee, maar het wordt toch makkelijker? Maar het gaat erom omdat in die zero moment relevanter wordt. Dus hoe meer content we gaan verzamelen op verschillende plekken, des te relevanter worden. Als je kijkt op mijn LinkedIn profiel, ik heb denk ik iets van 75 geschreven beoordelingen. Daar verkoop ik salespresentaties op, daar verkoop ik mijn product op. Het werkt gewoon dagelijks. Referentie. Je krijgt een autoriteit. Het kost heel veel energie. Maar het brengt je ook daarna heel veel. Je moet het consequent blijven doen. En nooit beoordelingen, beoordelingen zijn namelijk heel belangrijk in die zero moment, niet op één plek. We hebben ongeveer 5 verschillende beoordelingswebsites, zet ze voornamelijk op meerdere plekken. Want stel je nou voor dat je alles op één plek zet en die wordt door Google gestraft, door foute praktijken en die gaat heel laag in de funnel. Ben je onbereikbaar, ben je onvindbaar. Dus zorg ervoor dat je beoordelingen op meerdere plekken wegzet. Dus niet op eentje, maar op meerdere. Dus niet alleen op klanten vertellen. Niet alleen op BOVAG, wat dan ook, zeg maar ook op Trustpilot, op Feedback Company, op Beslist.nl. Zo heb je er meerdere dan. Oké, dus in die zero moment, zeg maar, hier gebeurt het. Dus in dat online verhaal gebeurt het. Wat is het belangrijkste online kanaal, denken jullie, in die 18,2 bron? Wat nog meer? Dealer website. Wat nog meer? Importeur. Wat nog meer? Facebook. Wat nog meer? Ik heb nog geen fout antwoord gehoord namelijk. Ja, dus Google is ontzettend belangrijk. Je dealerwebsite is bij far het belangrijkste. Dus je eigen website is bij far het belangrijkste. Daar mag ook het meeste geld naartoe.
autoportalen, wel belangrijk, maar lang niet zo belangrijk als je eigen website. Google veel belangrijker. Facebook, social media veel belangrijker. Mits je er maar consequent mee omgaat. Maar wat nou als je mensen vraagt, in die beslissing, ze hebben gekocht, wat is nou de meest belangrijke, meest betrouwbare bron van allemaal geweest? We leven anno 2005 in het online tijdperk. Wat vinden ze nou de meest betrouwbare bron? De adviseur zelf. De adviseur zelf. Dus wij bepalen nog steeds het overgrote deel van de sales. Maar uiteindelijk krijgen we immers een first moment, een kans op een dialoog. Dan hebben we zelf alles in de hand om daar een succes van te maken. Dus krijg je een kans, krijg je een lead, krijg je een call, krijg je een fysieke kans, dan ben je eigenlijk al een winnaar. Want van die 18,2 bronnen hier zoeken ze jou uit om een gesprek aan te gaan. Een fysiek, een call, een online lead, maakt niet uit. Maar je bent al een winnaar van die zero. Ik heb een klik er niet bij, dus dat is het. En uiteindelijk gaat het ook hierom. In 2005 hadden we 4,1 bezoeken nodig per order. Tegenwoordig nog maar 1,3, 1,4, 1,5. Het vlakt wel een beetje uit. Dus degenen die binnenkomen zijn de kopers. Altijd een voorstel meegeven uiteraard. Maar het zijn wel degenen die veel beter geïnformeerd zijn dan ooit tevoren. Want shoppers bezoeken steeds minder en minder dealers. Dus op het moment dat we de kans krijgen met een eerste uitstekende indruk achter te laten, het moet uitstekend zijn, hoofdletters. Dat betekent dat op het moment dat je de telefoon opneemt of je schrijft een e-mail terug, de eerste indruk moet uitstekend zijn. Niks mag aan het toeval overgelaten worden. Dus neem je de telefoon op of beantwoord je zeg maar een e-mail met een autoresponder, ook daarin moet je over nadenken. Wat voor eerste uitstekende indruk wil je achterlaten? Wie stuurt hier vanaf zijn website, zijn eigen dealerwebsite, een automatische responder? Van bedankt voor je aanvraag. Ja. Wat staat er? Weet je wat erin staat? Ja, het is wel een responder, maar het is wel een heel formeel dingetje. Hij is dus saai, niet creatief. Saai, niet creatief. Dat er wel binnen steven, binnen een uur persoonlijk contact wordt. Maar is die uitstekend, die respons, die eerste aanzet tot een dialoog? Hij is genoeg om te zeggen van... Kan die beter? Altijd, denk ik. Zou die met een video bijvoorbeeld kunnen? Bedrijfsvideo. Dat je een link stuurt met... Er staat inderdaad een linkje naar met een video van Mark of zo, weet je wel? Van ja, er staat een linkje naar een YouTube-kanaal met onze bedrijfsvideo. Oké. Wie heeft nog meer van een autorespons? Helemaal geen autorespons. Wat heb jij? Wij doen gelijk terugmelden. Dus tenminste, wij hebben geen prijs op de website erbij. Dus we hebben sowieso altijd al dat klantcontact. Daar hebben we bewust voor gekozen. En dat gaat tot en met 10 uur 's avonds geven we antwoorden terug. En op zondag? Ook wanneer nodig, maar dat niet meer aan mezelf, dat ik gewoon tijd of zin voor heb, zeg maar. Oké, want een online lead, als we hem teruggaan naar de online lead, is slechts een startpunt van de dialoog. Niet meer en niet minder. En zie het vooral als een startpunt van de dialoog. Zie het niet als een eindpunt. Dus als iemand een e-mail stuurt met erop van, is deze auto nog beschikbaar? En jij stuurt terug, nee, deze auto is nog beschikbaar, punt. Dan heb je zelf de dialoog gestopt, in feite, voordat hij al eigenlijk is begonnen. Dus zorg ervoor dat je een dialoog op gang houdt en brengt. Dus zorg ervoor dat je alles met een vraagteken bijvoorbeeld doet. Dus stel alles weer met een wedervraag, zodat je de dialoog op gang houdt. Anders is het een eindpunt. Als iemand 5000 euro biedt op een auto van 8000 euro, is het niet een te laag bod, maar is het startpunt van een dialoog. Alleen de dialoog begint met karom door te weinig te bieden. Maar zie het niet als een eindpunt, zie het gewoon als een startpunt van een dialoog. Elke lead die je krijgt is een startpunt van een dialoog. Het is geen eindpunt en het is geen wat. Het is aan ons te verkopen om een dialoog op gang te brengen. Niet meer en niet minder. Zo benadruk ik elke kans die je krijgt, elke dialoog, elke link die ik heb, niet als van zijn van wat een zeikert, maar het starten van een dialoog. Niet meer en niet minder. En dat is aan ons om hem voor te zetten. Want uiteindelijk heb je hier een lead funnel en we hebben 13% conversie, is de norm in de online wereld. 13% van de 100 leads, dus 13 orders moet je kunnen omzetten in sales. Waarom 13%? Wie weet dat? 60-60-60 Ja, en kun je die uitleggen?
Ja. Bij 100 leads eigenlijk, wat meer dan ook. En dan ben ik even precies kwijt hoe de stappen werken en hoe ze krijgen. Maar 60% daarvan, daar ontstaat een conversie van meer dan ook. Ja. Daarvan weer 60%, en dan heb ik ook de getallen, denk ik even schilder, moet ik even schilder blijven. Daar kan je een afspraak mee maken of iets inplannen. En daar is 60% van, volgens mij zijn we dat nog bij dit team. Bijna. In ieder geval komt er een offerte en uiteindelijk komt er dus een deal en dan zouden dus 13 auto's op 100 sales verkocht moeten worden. Mm-hmm. Wie haalt dat? 13%. Wie nog meer? We moeten het nog berekenen. We zijn ook druk bezig om het allemaal 100% uit te werken. Ja? Wat we zo kunnen halen hebben, maar... 3% is het dealer gemiddelde. Waarom zou dat zijn? Waarom krijgen wij, als dit is het niet voor elkaar, een gemiddeld hoog te scoren? Geen tijd. Wat nog meer? Prioriteit. Wat nog meer? Slecht verkopen. Ja, de aanloop komt nu binnen via een online lead, ja. Het is het startpunt van de dialoog. Het is nog een randzak en te veel. Ja, aandacht, focus, hè, commitment, hè, om er wat van te maken. Het is ook veel saai, het is minder leuk. Tenminste, nu zit ik een beetje in mijn eigen kant. Met fysiek, als iemand binnenkomt, pak je mee, duw hem op je rug, je laat hem alles zien en je probeert hem... Uiteindelijk komt hij alsnog de show erin, toch? Nee, dat klopt, maar dat eerste traject, zeg maar, dat is het doel. Ja, maar wist je toen ik 1 december 2008, hè, toen verkocht ik net dat Samyung-dealerschap, zeg maar, en zag in mijn eentje op dat zolderkamertje, zeg maar, die leads na te bellen, heb ik daadwerkelijk gejankt, weet je wel, want ja, zit ik al op de maas op een klote telefoon. Ja. Hè? Maar op een gegeven moment dat je er beter in wordt, is het makkelijker. Het moet een sport worden, zeg maar. Ja. En dat vind ik ook leuk, maar je vindt niks leuk wat je niet goed, waar je niet goed in bent. Dat is gewoon ook niet leuk om te doen, maar je moet jezelf wel in trainen. He, en wat ik dan veel hoor, bij ons werkt het anders. He, als je nou in Groningen bent, in Maastricht bent, Audi hebt, of Skoda hebt, of Kia hebt, overal is het anders. Of Lease hebt, overal is het anders. En toch is het overal hetzelfde. We gaan erop in, want dit is de funnel. Volgende plaatje. Wie weet eigenlijk van zichzelf wat je conversie is van lead naar contact? Wie houdt dat bij? Wat is dat? Zijn we met groene bezig? Die ben je dan automatiseren. Dus contact naar afspraak ga je ook doen? Ja. Afspraak die komen ga je ook doen? Ja, alles doen. Oké. Okay. Afspraak naar sale ga je ook doen? Ratio per bron? Ja. Ratio per lead? Ja. Upcall online? En verschil tussen de eerste, tweede en de derde lijn? Yes. We gaan volgens mij zelfs tot 5 of 6. Wat is de 5 en 6? Nou, we gaan eerst proberen contact te zoeken en zo gaan we eigenlijk een stapje uit en dan deed het eigenlijk op. Ja. In het begin blijft het bij mij. Ja. Dus dan is het toch dat de afspraak komt. Ja. En dan hebben we tot 5 stappen, geloof ik. En dan is het eigenlijk een nieuw proces en later heb je nog een afsluitingsproces en dan kun je eigenlijk de relatie met de klant pas in het derde proces. Okay. En het aankoopproces is het gedeelte proces. Wie houdt dit nog meer bij? Of een gedeelte daarvan? Tim. Ja. Kun je een cijfers noemen? Wat je hebt? Ik heb marketing manager van de week toevallig misschien de cijfers hebben. En toen had ik het over een conversie van 24%, maar ja, gezien dat er heel veel druk bijvoorbeeld in mijn systemen komt, denk ik dat die ratio niet omhoog is. Nee. Ja. Bij koop zou dus ook zeg maar ratio van 44%, zeg maar telt dus alleen de afspraken die uiteindelijk nog vetter werden. En vandaar dat 44% die ratio. Ja. Ik merk wel dat mijn showpercentage de kans wel hoger dan de rest. Wat is hoog? Dat is prima. Nee, verbaast mij. Jawel, maar kijk, en dat is iets waar we voor ons moeten waken in de online wereld, zeg maar, is dat mensen de afspraken niet nakomen. Op het moment dat je een afspraak maakt, je bevestigt er, 40% van de mensen komt niet opdagen. Alleen het mag bij ons niet frustreren. En dat is het verhaal. Hè? Maar op het moment dat je weet, als we deze funnel gaan bekijken, je hebt 100 leads, dat is de 60% regel waar Ruud aan refereerde. Dus je hebt 100 leads, daarvan proberen we in 100% van de gevallen contact te zoeken. Waarom niet? Is dat zo? We proberen 100% contact te zoeken? Ja? 60% daarvan krijgen we maar in een dialoog. Daar hebben we eigenlijk een gesprek mee.
40% valt dan al af. 40%. En wat je vaak hoort is, zeg maar, als ik lief naar wel de helft krijg je niet te pakken. Dan kun je gewoon zeggen, joh, 40% krijg je niet te pakken. Wat is je punt? Mits je maar die 60% haalt. Als je maar 60% te pakken krijgt, zit je goed. Daarna krijg je 36 afspraken. Dat is 60% van die 60. Maar 36 op de 100 slechts. Dat is eigenlijk heel weinig. En daarvan komen er maar 22 opdagen. Dus je verliest 78 kansen op de 100. En zolang je dat maar blijft doen en je blijft in de staffel, komt het goed. 22 komen opdagen en 13 komen ervan. Als ik elke verkoper spreek van, joh, als ik afspraken maak aan de aanleiding van online lead en die komen, verkoop je ze dan? Ja hoor, 1 op de 2 altijd. Waarom niet? Klopt. He, dus de doel is eigenlijk van, joh, hoe krijg ik die funnel? En hier gaat het meestal mis. De meeste dealers die ik spreek halen de 100% bovenin al niet. Niet. En daarna 60% is ook volkomen kansloos. En daar gaat het fout. Daarna gaat het allemaal wel prima. Deze gaat prima, die gaat prima, die gaat prima. Op basis van de percentages. En hier gaat het fout. En dan zal het altijd aan de leadbron liggen. Het ligt altijd aan de klant, maar het ligt uiteindelijk aan onszelf. Wat voor proces doen we en hoe volhardend zijn we om niets op te volgen? En wat gaan we ermee doen? Oké, als we nu het werkboek erbij pakken. En we kijken naar pagina 2, pagina 3. Dan hebben we daar de zero moment. Dat hebben we dus net uitgelegd. En de vraag is dan eigenlijk, en heeft iedereen een pen bij de hand? Ja. Waarom is de zero moment zo belangrijk voor jouw dealerbedrijf? En omschrijf dat eens in je eigen woorden. En dan pagina 4 is, zeg maar, de vraag, niet de vraag die er uit de kop staat, maar van hoeveel bezoeken hebben jullie gemiddeld, denk je, per orde nodig? Fysieke bezoeken. Dus waarom in je eigen bewoording is de zero moment zo belangrijk voor jouw dealerbedrijf? Dan hoor ik graag de beste.